Ja toch, niet dan? Een bijzondere Rijnmonde velt het oordeel. Tof of niet tof? Ja toch, niet dan? Mijn naam is Sabrina Staarke, singer-songwriter, ondernemer uit Rotterdam. 42 jaar. Ja, het is super fijn om te kunnen leven van muziek, inderdaad. Ik doe dit nu al langer dan 10 jaar. En het is echt mijn passie. Dus ik met heel veel liefde doe ik dit, ja. Ik ben met een aantal leuke dingen bezig. Er is onlangs ook een nieuw nummer van me uit. Het heet Learn to Love. En het is de titelsong van de nieuwe film van Ida Does over het Rijksmuseum. Dus dat is nu uit. Daarnaast ben ik met een heel mooi project bezig. Het heet Artist Mind. En het gaat eigenlijk over de mentale gezondheid van artiesten in de muziekindustrie. En daar hou ik me zo een beetje mee bezig eigenlijk. Ja. Livestreams. Ja, we zitten nu echt middenin dat livestream ding. Het is mooi. Ik heb het twee keer nu ervaren. De eerste keer vond ik het heel moeilijk. Omdat het gewoon zonder publiek performen, geen reactie terugkrijgen. Dat is gewoon een beetje zoeken. Maar er zit wel een kijker daar aan de andere kant. Dus het is mooi dat er alternatieven worden gezocht in deze tijd. Maar het is wennen. Ik vind het wennen. En ik hoop dat het niet zeg maar het nieuwe normaal wordt. maar dat het en wordt. Dus dat we zeker weer op het podium kunnen staan. En daarnaast ook af en toe een livestream kunnen doen. Ja. Ik volg geen serie. Nou, ik keek naar de Vikings. Ja, dat is wel een heel ander ding, ja. De Vikings, ja, ik weet niet. Ik had het een keer opgezet en ik bleef hangen. Dus ik zit nog steeds in, ik weet niet seizoen hoeveel. Dus dat is nog, daar zit ik nog qua serie in. En verder hou ik gewoon heel erg veel van actiefilms. Maar ook gewoon van die luchtige, bijvoorbeeld Dumb and Dumber comedies. Weet je wel, gewoon van die oude classics eigenlijk. The Coming to America kijk ik bijvoorbeeld gewoon sowieso wel één keer per maand of zo. Weet je, gewoon luchtig, weet je? Luchtig. Luchtig is goed. Nee, luchtig. Luchtig is ook goed. Ja. Rotterdam, wat wil je weten dan? Nee, Rotterdam is mijn stad. Dus ja. Rotterdam is een dikke thumbs up, sowieso. Ja, ik hou van het Kralingse Bos. Dus kijk, ik woon op Zuid. Ik ga natuurlijk ook vaak naar het Zuiderpark. Maar Kralingse Bos is wel mijn favoriete plek. Dus daar ga ik ook wel naartoe. Maar ik zoek wel graag het groen op. Jeetje. Nou, het voelt misschien op dit moment wel als een Sabrina 2.0. Omdat ik heb een heftige periode achter de rug gehad. Borstkanker gehad. En in die periode was het, los van de behandeling, ook heel erg naar binnen gaan. En kijken wat er zich allemaal hier afspeelt en hier afspeelt. Dus heel erg gekeken naar al mijn overtuigingen. En dat opnieuw onder de loep genomen. Om te kijken van wat past nog bij me. En hoe ben ik eigenlijk tot deze gedachte gekomen. Dus ik ben gaan graven en graven. En dat heeft me echt wel heel veel inzichten gegeven. En de oude Sabrina, die is er denk ik niet meer. Dus ik voel me nu wel een ander mens. Dus in die zin misschien zeker wel de 2.0 versie. Ben je er nog verdrietig om? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, het is al heel lang geleden dat ik heb gehuild. Ik kan me niet eens herinneren. Het is al een tijdje geleden. Dus als ik nu zou huilen, als er nu tranen zouden komen, dan zou het meer vanuit die dankbaarheid zijn. Dus dat besef van, man, ik ben er nog. En ik mag hopelijk nog een tijdje zijn. Ja.
winterzwemmen? Strandvakantie. Ja, wanneer dan? Spotify. Mindfulness, ja, ik ben helemaal van de mindfulness. Omdat het is zo mooi als je zeg maar aan de slag gaat met alles wat je denkt en wat je voelt. Omdat je gewoon zo tot een soort van volle potentie kan komen van wat er mogelijk is. Dus ik ben er graag mee bezig. Niet de hele dag of zo. Maar ik vind het wel fijn om stil te staan bij wat ik voel, wat ik denk. Te doen aan zelfreflectie. Te kijken wat wel bij me past, wat niet bij me past. Dus dat zijn allemaal mindfulness dingen. En ik denk dat dat gewoon bijdraagt aan dicht bij jezelf blijven. Gelukkig kunnen zijn. Yes, mindfulness. Sigaretten. Ja. Yeah. Podcast. Ja. Het is grappig dat je dat zegt, want ik denk dat ik mijn stem nu mooier vind. Er was altijd toch wel een soort van, toch wel kritisch of soort van, dat je denkt van ja, mijn stem is oké, weet je. Maar dat heeft denk ik ook heel erg te maken met jezelf waarderen. Weet je? En gewoon ook een beetje zelfliefde. Ik denk dat het, en aangezien ik daaraan heb gewerkt, weet je, is dat gevoel richting mijn stem en hoe ik nu hoe ik daar nu tegenaan kijk anders. Ja. Dus ik kan het zeker, die waardering voor mijn eigen stem is er nu veel meer. Zo, dat was tof zeg. Ja toch? Niet dan?